It's all I wanna do. En welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we een potje Team Deathmatch op Call of Duty Black Ops 3. We spelen op de map Metro en we gaan een keer spelen met de Specialist, de Annihilator. Want zoals jullie natuurlijk weten, gebruik ik 9 van de 10 keer altijd de site. Maar dat gaan we nu gewoon een keertje verandering inbrengen natuurlijk. Ik speel met CUDA, Submachine Gun, Long Barrel, Grip en de enige echte voor Grip. Mocht je deze video natuurlijk leuk vinden, laat even je blauwe duimpje omhoog. Ach, natuurlijk helpt mij enorm. Als we de 60 likes kunnen halen, zou ik heel erg blij zijn natuurlijk. Dus, laat even je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Oh, hij zit met de Vespa dus op de rails te campen. Hak niet door. Even onze concentratiemodus aanzetten dus. Let's go. Jij bent van je headcrits afgeschoten, jongen. Liggen. Ik ben weg hier. Doe je enemies en teammates. Ik ga even de andere kant op. Waarschijnlijk komen ze daar hier uit. Ik weet 100% zeker dat ze hier spannen. Wow, hij heeft die Vespa. Dat ding is zo OP, jongen. Dan moet ik ook nog even een videootje mee gaan opnemen. Dat ding is echt niet normaal sterk. Ik weet echt niet wat daarmee aan de hand is. Maar toen dit game net uit was, toen ging ik er dus mee spelen. En toen was hij dus niet zo sterk. Ik denk, ah, wat is dit voor kutting, jongen. Toen bleek dus dat hij nu, geloof ik, is gebufft. Of juist, gebufft. Het genurfd is dat hij naar beneden is gehaald. Gebufft. Dus juist dat hij sterker is geworden. Er loopt opeens 2 man. Let's go. We hebben triple on screen. Ik ben gestunt. Waar gaan de enemies niet uitkomen? Daar dus. Ik ben even hier aan het slaan, want ik heb hier UAV binnen. Zit allemaal naast me. Let's go, ik heb mijn Annihilator. Komt hier een aan als het goed is. Dus het loopt helemaal daarheen. Wat ben ik een mongol, jongens. Even serieus. Wow, ik heb net mijn Annihilator en ik schiet gewoon de eerste kogel gewoon direct mis. GG Chesto. Let's go. Wauw, wat een noob ben ik. Let's go. De trein komt eraan, dus daar moeten we voor uitkijken natuurlijk. Als je natuurlijk de site gewend bent, kan je natuurlijk lekker een beetje rondsprayen. Oh, wauw. Huh? Ik was gewoon nog in de map. Ik zal het niet weten. Maar goed. Saai potje, want ik kom de enemies maar niet tegen. Team met zo te zien wel. Hier zitten ze. Dat is 1. Dat is 2. Let's go. 3. En 4. Weer een triple onscreen. Let's go, jongens. Fury kill. Oké, we gaan wel weer terug daarheen. We gaan dit potje zo te zien hoe het er nu uitziet wel winnen. We staan lekker voor. Oh. Mijn rug. Ja, weer die Vesper. Voor mij heeft die gozer me echt alleen maar gekild. Van de 4 keer dat ik dood ben gegaan, heeft hij me gewoon echt alleen maar gekild. Serieus? Voor mij ben ik door geen enkele andere persoon dood gegaan. Ik ga het wel even terugkijken met editor. Of jullie moeten het even terugkijken voor mij. Laat even in de comments weten. Door wie ben ik allemaal gekild? Dat is wel leuk. Kijken of jullie goed opletten in deze video. Let's go. Nu heb ik jou wel, maat. Zit hier binnen te campen. Weer die... Wauw, hé jongens, hé. Ik ben verdoemd. Ik heb de Vesper vloek op me. Het is nou echt geconfirmed gewoon. Wauw. Let op, ik ga daar weer chuck daar weer mijn Annihilator. Oh nee, ik ben nou door iemand anders in ieder geval. Ik heb wel 1 keer met mijn Annihilator. Dus even wennen. Om dat ding te gebruiken als je natuurlijk de site gewend bent. Dus ik moet eigenlijk weer een beetje gaan afwisselen. Want ik speel altijd een beetje met hetzelfde. Omdat ik gewoon eventjes lekker wil doorleven terwijl ik master precies ben natuurlijk. Want dan heb je natuurlijk alles. En dan kan ik gewoon alles gebruiken. Dat kan nu ook wel, maar nog niet alles. Omdat ik gewoon nog niet alles heb gepermanent unlocked. Als jullie begrijpen wat ik bedoel.
Bro, ik ben gestunt. En we zijn met UAV. Wow, ik zag op een Sixth Sense. Ik denk wow. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar ja, we moeten nog twee keer maken in het potje erop. Oh my god, ik choke de double final. Ik choke de double final. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon een lekker potje neergezet. Natuurlijk 21 om 7 is ons eindscore. We hebben een 3 kill dead natuurlijk. Dus als je genoten hebt van deze video, laat het via blauw. Dan heb je me ook achter natuurlijk helpen. Maar enorm 60 likes. Helemaal mooi. En hoop je leuk te zien bij de video van morgen. Dus super bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer mensen. Later.